Veel kritiek op de relatief slechte seizoenstart van de Tuckers. En hoe kijkt Arnold Brugging naar het Europese avontuur van FC Twente? Het is 16 september. Dit is de eerste helft van 1Twente Voetbaltijd met René Wagelaar en Arnold Brugging. René, we hebben een weekje eruit gelegen. Interlandvoetbal. Ja. Heb jij er lekker voor gezeten? Waarvoor? Voor de Nederlandse leeuwen. Ja, ik kijk eigenlijk geen oranje. Ik kijk alleen nog de Nederlandse Eredivisie. Oranje, ja. dat is al wel geleden, denk ik. Misschien al wel 15 jaar of zo. 2000 nog. Heb ik nog gekeken in Amsterdam. Was toen het EK volgens mij. Als ik Keukenkampioen-divisie, kijk je dat wel actief ja, nog? Ja, dat kijk ik wel. Ja, dat kijk dus ik wel. Eigenlijk ja. Alles wat in de ja, Nederlandse alles competitie, in Nederlandse competitie nog. Buitenland niet meer. En geen Europese wedstrijden meer. Geen interlands. Helemaal niks. Nee? Interesseert me geen ene drol. En lees jij ook boeken? Als jij thuis zit? Als ik er een aangereikt krijg met onrecht. Als ik dat denk, dan lees ik dat even. Dan denk ik, daar wil ik meer van weten. Want daar wou jij naartoe. Ik sprak jou en jij wou het hebben over ene Finn Berg. Dat jij al zegt ene, dat is wel leuk. Een jongen die niet goed genoeg is voor de vierde klasse amateurs, laten we maar zeggen. Die zit bij AZ in de opleiding. En wat me het meest stoort is grensoverschrijdend gedrag, wat we tegenwoordig overal horen. Hè? Ik tik jou toevallig een keer tegen je billen aan en ik krijg 3 jaar. Nou, dat is al heel modern geworden, maar Finn Berg die presteert het om een boek te schrijven met daarin alles wat bij AZ gebeurd is vroeger. Hij moest zijn handdoek voor zijn geslachtsdeel weghalen, omdat hij dat moest laten zien aan de fysiotherapeuten. Navraag leert bij heel veel mensen bij AZ, ik heb er zelf een paar jaar spelers begeleid, die club die is natuurlijk heel streng in de opleiding, dat weet ik. Ze zitten er bovenop daar, dat is echt ongelooflijk. Maar dat dit soort dingen zouden zijn gebeurd, dat is zo onwaar, dat durf ik te zeggen. Want ik heb alles bij AZ meegemaakt in die tijd. Mensen die ik daar ken gevraagd en daar hebben meerdere gedaan, Noord-Holland Nieuws en al. Maar hij kan dat toch zo ervaren? Hij kan dat wel zo ervaren, maar dan moet je niet zeggen dat dat gebeurd is met die handdoeken, want dat is niet op die manier gebeurd. Maar dan komt het. Hij is daar een paar jaar weg. En hij wil dan fit worden en gaat dan weer vragen bij de hoofdopleiding, mag ik even meetrainen om fit te worden? Dat gaat hij ook nog zeggen. Dus dan gaat hij daar naartoe, naar die club. En hij had een trauma dan overgehouden als hij de poort van AZ zag. Maar dan gaat meneer gewoon weer fit worden daar. Hij heeft hem meegetraind en stuurt aan de hoofdopleiding als dankje een bal. Ik weet niet, we hebben het waarschijnlijk misschien nog wel de foto ervan. Dat hij de hoofdopleidingen bedankt voor de tijd dat hij daar mee mocht trainen. Dus ik wil daar maar mee aangeven, grensoverschrijdend gedrag. Iedereen wordt maar afgemaakt, iedereen wordt daardoor maar zomaar kapot gemaakt. Wat ten onrechte vaak is, kijk naar Marco Borsato, die heeft nooit meer opgetreden in Nederland, die is nergens meer. Nee, hij krijgt nu zijn eigen feest. Maar ben jij nooit in die situatie terechtgekomen? Ik heb een vriendin gehad in Ahoos, dat was grensoverschrijdend voor mij. Dat was 5 kilometer verder. Maar... Dat is een hele domme vraag. Ja, dat is al één koppertje. Ja, ik weet dat hier op, dit heeft het hele weekend op zitten broeden. Dat is het allererge nog. Bij ons ook Arnold Brugging. Stenks, Druif, Koopmeinders, al die jongens hebben allemaal in de opleiding gezeten. Ik kende zoveel. Allemaal staan ze achter de club AZ. Daar wil ik alleen maar mee zeggen, grensoverschrijdend gedrag. Als je Berg heet en er blijft niet veel meer over dan nu een verdorde tak. Van de Berg. Staat genoteerd, mocht Finn dit zien. Dat maakt me niet uit. Arnold, leuk dat je er weer bent. Vorig seizoen ben je ook al een keer langs geweest. Ja? Dit seizoen weer. Nog steeds, ja, eigenlijk een jaar lang FC Twente. Is het allemaal goed gegaan? Zit je nog steeds lekker op je plek? Is alles goed? Ja, prima. Ik bedoel, het eerste seizoen was natuurlijk... Was ja, met name het einde is dan ja, fantastisch hè, hoe dat, als je derde wordt. Dus dat, ja, dat is eigenlijk zo'n kroon op wat er dan gebeurt. Maar ik ben niet zo heel erg van de grote feesten. Dus ik zie wat er gebeurt en ik zie hoe blij iedereen dat maakt. Dat maakt mij persoonlijk heel erg gelukkig en vrolijk. En dat, ik denk dat, dat alles ook goed in elkaar past. En dat was echt geen vanzelfsprekendheid afgelopen seizoen nadat Rondweg is gegaan. Dus een nieuwe staf. Nou ja, dat was toen. En nu zijn we een jaar verder. En ja, begint het seizoen opnieuw. En ja, zijn er wel een aantal dingen veranderd in het elftal. De verwachtingen er rondom de club. En dan is de stad gewoon, die valt daar tegen. Zo simpel is het gewoon. Ja. Maar ja, ik geloof er wel in dat je... In de intro gebruikte ik het woord slechte start. Daar zat het relatief nog voor, want vorig seizoen was een topstart.
We hebben een hele korte voorbereiding gehad van hoe het toen ging. Ja, dat is allemaal, daar kun je niet meer zoveel mee, maar dat was 3 weken. En toen gingen we die voorronde Conference League spelen. Stad in de eredivisie tegen 3 ploegen die alle 3 hun selectie nog niet op orde hadden. Dat helpt dan op dat moment gewoon heel erg mee. En nu is het anders. En hebben we een zeer serieuze voorbereiding gehad. Er zijn een aantal spelers weggegaan. Heb je de voorronde Champions League gespeeld? Stad in de competitie waarvan je eigenlijk in 2 thuiswedstrijden al punten laat liggen. Wat je natuurlijk eigenlijk voor ons normaal gesproken niet snel gebeurt. Je hebt je wel kunnen meten met een Salzburg wat al jaren in de Champions League speelt. En uiteindelijk ook niet ver ervan afgezeten uiteindelijk nog. Dus nee, alsnog een geslaagde voorbereiding denk ik dan. Geslaagd is het. Kijk, voor mij is het pas. Ik vind het leuk, hè, die voorronde Champions League. En ik vind ook. Het is mooi om te zien hoe Salzburg. Om dat te ervaren. Even voor de spelers ook. En wat er dan gevraagd wordt. En dat je dat meeneemt in je volgende wedstrijd in de Eredivisie. Dus dat is ook precies wat er moet gaan gebeuren. Maar om je daarmee te meten, moeten we nog een stap maken. Zo simpel is het ook nog eens een keer. Heb je spijt dan al van de clausule met Pruppen in het contract per 1 augustus? Dat je dat niet eerder had gedaan? Nee. Wat laat. Maar je kwam in een andere situatie terecht. Zo simpel is het. Maar had je niet bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik maak het met hem af en we doen het op pak een beet 15 juli, zodat we wat meer tijd hebben om te zoeken tot 1 september? Ook dat hebben we uiteindelijk wel geprobeerd. Ja, maar dat is dan niet gemakkelijk. Ja, ik geloof er wel in, René, in zulke dingen. Die moet je veel eerder doen. Ja. En dat is gewoon. Je zit in een situatie met de club waarin je keuze moet maken. Wanneer ga je contracten verlengen? Kunnen we dat eigenlijk al wel op dat moment? Dus budgetair gezien. Ja. Maar dan praat je wel over een tijdje ervoor. Ja. We hebben altijd een aantal vragen voor de gast. Yes. Zodat we elkaar wat beter leren kennen. We hebben wel wat anderen moeten zoeken natuurlijk, omdat je vorig seizoen ook al was. Ben je er klaar voor? Ja, brandlos. FC Twente eindigt in de top 5 dit seizoen. Ja. Is er een aankoop waarvan je spijt hebt gehad over jouw tijd bij FC Twente? Is er een aankoop die bijna rond was, maar toch niet is doorgegaan? Ja. Sadilek zijn terugkomst is cruciaal voor een top 5 plek. Ja. Ik zou ooit nog terug willen keren als analist. Geen idee. Europa League of Conference League? Ja, Europa League. Je mag 1 van de 2 kiezen. FC Twente wordt 3e, maar gaat er direct uit naar de competitiefase in Europa League. Ja. Of FC Twente wordt 6e, maar haalt de kwartfinale. FC Twente wordt 3e. FC Twente is nu gezonder financieel dan toen ik er kwam. Ja. En ik heb Erik, dan wel Ruud, dan wel René Haken een berichtje gestuurd naar de loting. Ja. Dat laatste, kende je ze? Ja, natuurlijk van jouw tijd als analist. Mogen wij ook weten wat jij hebt gestuurd? Of? Geen succes. Nee, wel leuk dat we elkaar tegenkomen. Dat is eigenlijk, dat was echt bijzonder. Dat gebeurde. Ja, het zijn mensen die jij waarschijnlijk over de jaren heen enorm goed kent ook. Erik is mijn teamgenoot geweest destijds in de periode op Diekman nog. Dus daar kennen we elkaar van en daarna zijn we elkaar natuurlijk nog heel vaak tegengekomen. In allerlei facetten, nou René ook. Ja, en Van Nistelrooy, wij zijn al jarenlang hele goede vrienden van elkaar. Ja, je zei het net al eventjes, FC Twente is gezonder. Hoe verhoudt zich dat momenteel? Want er komt veel geld binnen, er waren ook enige schulden die weggewerkt moesten worden. Hoe gezond is FC Twente nu? Kan het een 5 miljoen uitgeven? Nee. Kijk, als je over de financiën wil praten, zal je Dominique moeten vragen om hier toch weer aan te schuiven. Ja. Want die gaat je dat precies uitleggen. Maar wij kunnen geen 5 miljoen uitgeven. Nee, je moet het zo zien. Kijk, mensen zeggen dat er heel veel geld binnenkomt, maar er gaat ook heel veel geld uit. Dus alleen wij moeten zorgen dat we structureel gaan groeien. En dat de snelste manier om te groeien zit hem wel in spelers beter maken, ontwikkelen. En uiteindelijk verkopen. Dat is de beste manier om geld te verdienen. Daar hebben we Europees voetbal voor nodig. En of dat dan inderdaad Conference League is of Europa League.
waar je dan wil meten. Maar dat is een manier om spelers ook een podium te geven om te groeien. En om als club te groeien. En dat is het allerbelangrijkste dat wij als FC Twente ook nodig hebben. Zou je in je hart liefst AZ-model hebben? Daarin, spelers beter maken. Tuurlijk. AZ is wat dat betreft een mooi voorbeeld. Maar ik geloof wel dat de druk bij AZ heel anders is dan bij FC Twente. Qua achterban. Dat is wel. Het verwachtingspatroon is hier denk ik hoger en groter. Zeker ook na afgelopen seizoen. Waar we dan derde worden aan Europees voetbal. Mensen verwachten, maar ook in het land. Hè. Iedereen vindt het eigenlijk al normaal dat Twente daar staat. En dan, is dat een beetje onterecht misschien ook? Nee, dan een beetje naast de schoenen lopen? Van wie? Van wie? Van de supporters. Nee. Dat we denken van, we zitten in een supporter club die denkt groeit. Altijd hoogste. Die wil, maar dat is helemaal prima. Kijk, ik verwacht dat zelf ook. En ik wil dat ook het allerliefste, dat we dat voor elkaar gaan Moet krijgen. Wel realistisch zijn. Dat is het. Maar... Ik denk dat iedereen ons daar ook wel weer ziet. Alleen, ik heb altijd gezegd, en we met Jozef veel over gehad. Kijk, ik wil dat we beter worden dit seizoen ten opzichte van het afgelopen seizoen. Maar dat heeft er meer mee te maken. Dat heeft niet per se met de stand op de ranglijst te maken. Ja, ik zou het liefst ook hoger willen eindigen. Ja. Of minimaal weer derde. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dat het heel reëel is, weet ik eerlijk gezegd niet. Dus, maar het gaat erom, wij moeten stappen maken gewoon als club om beter te worden. En als dat dit seizoen vijfde is, of we halen via play-offs uiteindelijk nog Europees voetbal. Is nog goed. En we hebben een seizoen gehad waar we Europees ons hebben laten zien, als club ons hebben laten zien. Dat hoort er dan bij. Dus, maar het makkelijkste blijft wel, Arnold. We hebben het net over AZ. Het makkelijkst blijft wel. Er breekt een speler door bij Twente, zeg maar. En die ga je dan voor, vroeger de Ola John, zeg maar. Hè, en die ga je voor een bak geld verkopen. Dat is uiteindelijk wel iets wat ik bij Twente nog mis. En wat wel kan volgens mij aan het talent wat ze hebben. Ja, maar het punt is ook wel, waar je natuurlijk mee te maken hebt, AZ heeft een eigen opleiding, maar ze hebben ook een jong elftal. Dat is beter, dat klopt. In de keukenkampioen-divisie, waarin zij een podium hebben voor spelers waar dat ze gewoon goed. kunnen spelen. Ze worden altijd getest. Ja. Dat is een stap. En dat is natuurlijk een hele belangrijke stap. Ja. Die zij hebben gemaakt en die meerdere clubs in die omgeving hebben. Ja. En die wij gewoon niet hebben. En daar is niks mis mee. Maar dan is het voor ons, wij moeten die jongens vooral ook laten spelen. En bij ons spelen ze dan in de onder 21. Ja. In de academie, in het team van Twente Heracles. Wat ook prima is. Maar je wil ze natuurlijk ook gewoon dichter bij het eerste elftal hebben. En dan betekent bij ons dat ze meteen moeten gaan spelen of invallen. Of in een Europese wedstrijd, maar misschien eerst in de Eredivisie. Om te zorgen dat je een podium hebt en dat je ze een podium geeft. Alleen dat die afstand soms groot is. Groot. Ja, maar soms moet je ook lef hebben om het te doen. En ik denk dat wij een trainer hebben die dat in ieder geval zeker niet schuwt. Nee. Je hebt nu net de transferperiode achter je. Dat is volgens mij een vrij roerige periode. Iedereen trekt van alle kanten aan je en wil van alles weten. Hoe heb jij die Wout Weghorst-saga meegemaakt? Wat uiteindelijk vooral in de media naar jou toegeslingerd werd, gok ik. Dat is ook, ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik snap dat hele verhaal, hè. En Wout is ook altijd voor mensen ook een gespreksonderwerp. Maar dat is wel echt geweest nu. En daar ga ik ook, dat is gewoon prima. Kijk, we hebben de keuze voor Sam gemaakt, omdat wij door konden schakelen. Daar heb ik met Wout en met Simon Sjommer samen gecommuniceerd. En dat is is het gewoon gegaan. Ik denk dat je blij moet zijn met Lammers. Blijer moet zijn met Lammers. Dat durf ik wel te zeggen hier. Ook als speler, maar past ook beter in de groep. En uiteindelijk het rendement zou nog wel eens beter kunnen zijn. Dat is een goede voetballer. Technisch goed. Past tussen de jongens. Ik denk dat dat een betere keuze is uiteindelijk. Wat vind jij van de transferzaken van FC Twente, René? Ik zal ze heel even opnoemen. Bart van Rooij, Bas Kuipers, Le Taïf, Lammers, Lagerbielke erin. En Smal, Brenet was al weg. Boadu, einde huur. Unuvar, einde huur. Prupper en Samsted verhuurd. Nou, tot nu toe is Van Rooij bevalt me wel, maar die kende ik al van NEC natuurlijk. Kuipers had ik mijn twijfels dat hij kwam. Dat vond ik niet een top 4 speler, zeker niet. Latif heeft veel dreiging, maar moet nog aan het systeem wennen. Die in de omschakeling zit hij wel eens te snurken.
Zelfs spelen waar de fans voor naar het stadion dat komen. Wel. Hij heeft wel wat, ja zeker. Van Bergen, door zijn snelheid is levensgevaarlijk, maar het rendement is vrijwel nihil tot nu toe. Afgelopen weekend hebben we het ook weer gezien. Het is levensgevaarlijk, maar uiteindelijk, in de eindfase, mist hij heel veel. Eiting komt er nog niet uit wat ik had verwacht. Taha is nog heel jong. Dan moet even afwachten, is nu geblesseerd helaas, maar dan moet nog even afwachten. Ja, en Van Horenbeek komt denk ik tekort voor Twente 1 voor basis, maar voor daarachter zou wel kunnen. Al met al, een 6. Als 7, dat ik denk voldoende. Hij noemt allemaal spelers die er al waren. Ja, ja uiteindelijk gaat het om, René heeft het over, denk ik, wat er is. Wat jij over de afgelopen 2 jaar, om de 2,5 jaar hebt gehaald. Kun je daarin vinden? Ik denk dat jij er heel anders naar kijkt. Nee, ik kijk er helemaal niet anders naar. Ugalde hebben we ook gekocht, onder andere. En verkocht in de tussentijd alweer. Dus die hoort daar ook bij, denk ik. Je bent ook afhankelijk van de spelers die nieuwe contracten geeft. Ik denk dat het gewoon zo werkt bij transfers. Kijk, afgelopen seizoen wat mij betreft gaat het heel erg om. Ik geloof zeker in individuele spelers, maar ik geloof heel erg in teams. En een ontwikkeling vanuit een staf die spelers beter kan maken. En ik geloof dat we dat hebben. En spelers moeten daartussen passen. En ze moeten ten eerste heel graag voor ons willen spelen. En ze moeten Twente ook zien als een podium waar ze zich verder kunnen ontwikkelen. En dat ga je gewoon niet met 11 spelers doen. Dit seizoen al helemaal niet. Dus wij hebben gewoon een goede, sterke selectie nodig waarin ook ambitie zit en een ontwikkeling zit. En ik denk dat we dat nu al hebben. Ja, we hebben het al genoeg over FC Twente. Maar laten we het anders even op de wedstrijd hebben. FC Twente speelde met 1-1 gelijk in eigen stadion afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle. Ze hebben nog maar 5 punten weten te halen in 4 wedstrijden. Hoe heb jij naar de wedstrijd gekeken? Want ik appte jou en jij was best tevreden. Ja, ze doen het goed tot aan 20 meter. Ze zijn heer en meester. Meeste balbezit. Nou, dus iets liet PEC dat ook wel natuurlijk een beetje toe wel. Ze lieten ze wel een beetje komen. Maar Twente is natuurlijk thuis wel de veruit bovenliggende partij. Maar in de eindfase, dat heb ik al eerder gezegd, mis ik power en creativiteit in de laatste fase. Dus dat missen ze ook weer nu afgelopen, want het moet eigenlijk 3-4-1 staan. Dat is eigenlijk de reële uitslag. Mis je de vorm van Rots van eind vorig seizoen? Ja, Rots is weer vanaf begin vorig seizoen. Dat is weer erg matig aan die kant, daar komt geen dreiging. Wat ik al zei, Van Bergen van links is wel heel gevaarlijk, snel. Maar in de eindfase net niet. Wat je nodig hebt. Lammers is nog een beetje zoekende. Dat is nog niet de Lammers die ik had verwacht. Stijn erachter, ja, komt niet in scoringspositie zoals vorig seizoen tot nu toe. Al met al, de laatste 20 meter, daar mis ik wat. En hoe kan dat opgelost worden? Vorm. Het is gewoon puur vorm. Ja, dat denk ik wel. Ja, vorm. Ik denk dat het daar wel aan ligt. Hoe zit jij dan op de tribune als jij de wedstrijden kijkt? Want daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Hoe je als TD, die ook als analist, dus uiteindelijk het spelletje ook wat beter begrijpt dan een normale leek. Nou, ik kan wel vertellen, je zit anders op de tribune als technisch directeur dan als analist, ja? Hoor. Hoe zit je daar? Nou, ja. Trillend? Nee, gekke. Nee, maar analist, ik zit je gewoon te kijken. En toen hoopte ik dat Twente altijd zou winnen. Dat hoop ik nu alleen nu voel ik de verantwoordelijkheid, zeg maar, ook nog eens een keer dat het zeg maar, je eigen verantwoordelijkheid is. Dat je bij wijze van die bal er zelf in zou willen schieten. Nee, ja, dat kijkt gewoon heel erg anders. Ja, dus ik moet eerlijk zeggen, het ligt een beetje aan hoe de wedstrijd ook is. Zoals afgelopen week tegen PEC. Die moet je gewoon winnen. Ja, het heeft ook met vertrouwen te maken, denk ik, heel erg van spelers. Waar je ook mee te maken hebt. En ik denk dat spelers ook de druk voelen. Je vroeg onder andere Sadilek terug in het elftal. Op den duur, of dat dan hoe erg belangrijk dat voor ons zal zijn. Kijk, ik denk dat het heel belangrijk is. Wat je niet moet onderschatten, zijn de twee spelers, Robin Pruppen en Mika Sadilek, die allebei aanvoerder waren van het elftal. Ja. Die zijn er allebei niet op dit moment. Dat betekent dat de twee nieuwe jongens die op die plaats kunnen, die dat sportief gezien makkelijk kunnen. Geen enkele discussie over wat mij betreft. Hè. Wie bedoel je dan voor Pruppen, die dat makkelijk kan? Achterin? Nou, of het nu Max Bruns is, maar of dat Gustav is of uiteindelijk Alec van Horenbeek, die kunnen het allemaal invullen. Geen enkele twijfel. Alleen Robin was gewoon een vaste basisspeler.
Die was gezetteld. Iedereen wist dat. Iedereen kende zijn rol. Hij was aanspreekpunt naar buiten toe in de media. Sportief gezien. Had rust over zichzelf heen hangen. Trok jongens daar volgens mij ook in mee. En dat is een verbinder ook nog eens een keer in het elftal, in de selectie. Op het moment dat je die ertussenuit haalt, dan moet iemand anders, die gaat die positie invullen. En dat ik en de jongens die ik net noemde, die kunnen het allemaal. Max Bruns, Max is hartstikke jongen, komt uit de eigen jeugd, die kan dat. Alleen, hij heeft wel ook meer tijd nodig om zulke dingen te doen. En dat hij zit niet voor niks bij Jong Oranje. Hij is een jongen die enorme potentie heeft en zich daardoor beter kan worden. Alleen, dat is wel op een andere manier. Maar daarnaast wat er dan van Mees Hilgers, die altijd netjes naast aan de hand kon lopen van Robin Pruppen. Moet het nu zelf doen. Nu moet Mees de verantwoordelijkheid, wat mij betreft, nog meer pakken om Max te gaan steunen. Maar dat is een andere rol. En, je kunt niet zomaar van de een op andere week van de speler vragen. En druk met zichzelf nog. En dat is precies wat je veel krijgt. En je bent in eerste instantie, veel spelers zijn gewoon druk eerst om zelf heel goed te spelen. Dan dat jij in het veld staat en denkt, oké, maar hoe ga ik mijn team nou eigenlijk helpen? En dat is een verschil in benadering. En meestal als je iets ouder bent en je hebt iets meer ervaring, dan kijk je eerst, oké, maar hoe ga ik mijn team helpen? En wat is mijn rol daarin? En dan andersom. Want dan ga je eerst zeggen, oké, ik wil zo goed mogelijk spelen. Welk gevolg heeft dat eigenlijk voor het team? Maar nee, ik wil het zelf wel eerst heel erg goed doen. Dat is gewoon een verschil. Is een Lagerbioke daar een speler voor, die dat voortouw kan nemen? In de zin van dat een team? Jazeker. Hij kan echt verdedigen namelijk. Dus Gustav zou dat zeker kunnen, ja. Ja, we hebben hem zien lopen. Wat vond jij van Lagerbioke? Ja, dan loopt hij buiten, hè. Was geen bal bij. Hij passeerde jou ook snel. Jij zegt dat een mooie loopman. Maar voor de rest, ik heb hem toch niet zien spelen. Dat weet ik niet. Ik zie gisteren wel dat Bruns zijn rechtspoot is op links, waar ik nooit van hou. Ik hou altijd links-rechts. Dat is Robin Prupper ook. Ja, die deed dat inderdaad goed. Maar die was ervaren. Die had zo'n bal van gisteren, overkomt hem eigenlijk niet. Bruns overkomt dat zeer waarschijnlijk omdat hij rechtspoot is, dat hij net anders staat. Maar een linkspoot, die gaat natuurlijk, die loopt al direct de goede kant op. Mm-hmm. En dat inderdaad wat Arnold goed zeggen, als een Lagerbioke, die is links, hè, stijf links. Nee, is rechtspoot. Is rechtspoot, oké. Okay. Nou, dan zou dat misschien met Van Hoornbeek, die is links, mm-hmm. Dan zou dat misschien niet gebeuren. Maar hier moet Bruns weer van leren. En ik denk wel dat, Arnold, heb jij niet overwogen om voor Sadilek toch een andere te halen? Kas kijken, wat hebben we nog en kunnen we ophalen, want het duurt lang. Het wordt december volgens mij of januari. Nou, dat is helemaal nog geen gegeven trouwens, dat het december of januari wordt. Oké. Nee, want ik denk namelijk dat we die spelers wel zelf ook in huis hebben. Nou, we hebben het net over, hè, wat wil je graag? Wil je ook jeugd de kans geven? Of een Besselink? Ga je budget vrijmaken om een andere speler daar neer te zetten, terwijl je ook weet dat Mika terugkomt. En die ga je weer verlengen? En wat ga je dan doen? Ja. Dus en wie moet er dan op de bank zitten? En dus dan kijk je meer naar de selectie. Heb je eigenlijk te veel middenvelders daarvoor die niet Sadilek types zijn? Ik denk dat we ze wel hebben. Kijk, het grootste gevaar is dat je ook alleen maar gaat kijken naar wat Mika dan brengt. Dus wat wil je dan? Wil je dan precies dezelfde type? Of, ik zou er wel één willen hebben, zo één nog. Ja, dat heb ik vaker gezegd. Ik denk Gijs Besseling dat uitstekend zou kunnen. Maar dat is eigen jeugd spelen, dat betekent. Ja. Maar wat mij betreft is dat een keuze. En Jozef heeft daar trouwens super veel vertrouwen in, want Gijs heeft wel hartstikke veel minuten gemaakt. Maar nu, afgelopen week, speelde met Jury en met Karel en met Sam Stijn als middenvelder, waarin ik denk dat die wel complementair aan elkaar zijn. We hebben het al even gehad over de verdediging van FC Twente. Slechts 2 schoten op doel tegen 12 schoten op doel van FC Twente was het. Dus aan de statistieken zal het niet liggen. Waaraan lag het dan? Dat vroegen we aan Anas Salah-Edjen. Ja, ik denk precies dezelfde statistieken. We waren constant aan de bal. We hebben eigenlijk de hele tijd op hun helft gespeeld. Heel veel kansen gecreëerd, maar die scoren we niet. Ja, we hebben hier Salah Edjen gezien. Ik vond hem, het is persoonlijke mening, maar een van de betere van het veld. Samen met Van Rooij vond ik hem de beste. Want waaraan merk je dat? Ja, hij was gewoon in aanvallend opzicht volgens mij ook gewoon actief. Het gaat vrij gemakkelijk bij hem, hè? En dat is misschien ook wel een kleine valkuil, maar en vooral verdedigend. Het is de Ajax-school en dat zie je wel aan dat soort spelers.
Het gaat gemakkelijk. Ze zijn lichtvoetig vaak, ze zijn simpel in spelen, heel makkelijk. Is ook wat ik zeg een valkuil, want Evelies, oh, dat doe ik wel eventjes, dat moet eruit. Maar het is wel een goede speler. Ik denk als hij het kopje erbij houdt, dat het wel de vaste linksback van Twente kan worden voor enkele jaren. Laat ik zo zeggen, hij is jong en hij vertegenwoordigt ook een waarde natuurlijk. Dan ga ik daar toch weer naar kijken. En dan zou ik zeggen, laat hem lekker staan. Zoals hij het nu doet. Ik vind het wel leuk dat je het zegt. Hij had zijn kopje erbij gehouden. Seb Stijn verloor hem heel eventjes. Ik vind dat dus heel lekker. Ja, dat is toch lekker, man. Gewoon dat is toch even heerlijk. Er nog in rammen. Ja. Is FC Twente, ja, daar moet je toch ook zo'n vechtploeg van weten? Een soort Atletico Madrid van Nederland. Ja, maar dat zit in hem. Dat zit in hem. Dat kun je niet leren. Dat is wat Sam gewoon heeft. Maar ja. Ik moet eerlijk zeggen, dit lag nog niet, aan Sam, hoor, dit. Nee, dat is goed. Ja, ik weet, om heel eerlijk te zijn, Susie, ik heb niet gelezen. Komt op en die grijpt hem om de nek gewoon even. Dus niet vriendschappelijk. Maar gewoon, die moet van hem afblijven gewoon. En dan vliegt hij er meteen bovenop. Dat is goed, joh. Dus laat dat maar meer zien juist. Daar zou ik wel wat meer spelers van willen zien die dat hebben. Tot zover, stoppen. Wat wil die El Azouzi nou dan? Hij wil gewoon de vechtpartij halverwege de rust. Nou ja, dat mag ook. Dat mag gewoon ook. Een ring in de veld. Dat mag ook als het niet anders kan. Maar dit ik laat niet zomaar even. Dat deed Stijn super. En hij liet zich geen penalty versieren. En hij wordt echt even aangeraakt. Het is geen strafschop, maar hij wordt wel aangeraakt. Hij viel toch? Nou, is toch aan de scheids om te beslissen. Maar je moet vechten, daar gaat het nog net om. Dat is leuk. FC Twente, die heeft nu 4 wedstrijden gespeeld. Staat nu ook wat punten achter op de ranglijst. Dat, zullen we er hier even bij pakken? Ja, het ziet er niet heel koosje uit misschien nog. Maar ja, er zijn wedstrijden minder gespeeld. Het stelt er maar niet zo heel veel voor. Kijk, die bovenste 3 moet je een klein beetje tussen aanhalingstekens niet vergeten. Maar daar kom je misschien wel of niet bij. Dat zie je wel. Maar al nog lang seizoen is Twente toch gewoon de 4 van Nederland of 5. Daar zitten ze toch tussen. Met een goed seizoen 3. Vorig jaar toen Ajax afhaakte. Dit is niks aan de hand. Of ze nu even op 5 punten staan. Ik bedoel... Ja, kijk, uiteindelijk heb je ook gewoon minder wedstrijden gespeeld. Dus, nog. Het is helemaal zo scheef als ik weet niet wat. We zijn alweer aan het einde gekomen van de eerste helft. Het zit er alweer op. We gaan voor de thee. Het is rust namelijk. Zometeen wederom gelijkspel in Almelo. En een tweede terugkomst voor Davy Klaassen. Dat zometeen. Rust. Is er sprake van competitievervalsing in de Eredivisie en nog geen overwinning voor de laagvlieger in de competitie? Het is 16 september. Dit is de tweede helft van 1-20 voetbaltijd met René Wagelaar en Arnold Brugging. We starten de tweede helft altijd met het rondje langs de velden. Daarin nemen we de kijkers mee in het grootste voetbalnieuws van afgelopen weekend. Ja, 12 punten kan Ajax al achterstaan op PSV na aankomend weekend. De nummer 1 van de competitie speelde al haar wedstrijden. Terwijl Ajax voor de tweede keer dit seizoen een wedstrijd afgelast zag worden. In de competitie die pas 4 speelrondes oud is, hebben de Amsterdammers al een hele maand geen competitievoetbal gespeeld. Dat alles komt door de stakingen van de politie. Dat gaat natuurlijk over het vroegpensioen en hebben besloten om bij de wedstrijden van Ajax te staken. De hele Eredivisie-ranglijst klopt dus al eigenlijk een hele maand van geen kant. Vind jij terecht? Vind je dat politie en voetbal zo met elkaar overhoop kunnen liggen? Dat ze Ajax een paar keer achter elkaar hebben gedaan is wat minder. Maar dat ze staken vind ik op zich wel goed. Want je moet die baan maar hebben. Voor dat salaris de hele dag de straat op. Je wordt bespuugd, uitgescholden, of je wordt in elkaar geramd, levensgevaarlijk. Of je s'avonds nog, jij komt vanavond thuis met je vrouwtje en zegt, ja, het was weer een leuke dag. Maar die mensen weten niet of ze s'avonds thuis komen. Dat is altijd maar weer afwachten. En er wordt te weinig aan gedaan in Nederland om de politie te beschermen. Als dat ook nog voor een hongersalaris is, want dan vind ik het, omgerekend, wat anderen verdienen. Ja, dan vind ik het terecht, er moet wat bij. Ben ik voor. Afgelopen zondag, even om het terug naar het voetbal te nemen. Ben jij wel eens met de tram gegaan in Amsterdam? Dus, dat is 10 jaar geleden, denk ik, als het niet langer is. Ja. Wat vind je daarvan, dat de fans zich zo laten zien? Ja, je weet toch ook over dat soort gasten denken, dat slaat toch nergens op. Helemaal nergens op. Om naar dat politiebureau te gaan, gooien ze met zo'n hek tegen dat... ja, hier, koekoek. Ja, dat zie je, zie je hier in Twente dan niet, hè? Nee, maar het politiebureau heeft hier geen hek. Dat hebben ze hier niet. Maar dat slaat nergens op, omdat waarom is je eigen club... En dan ga je naar het politiebureau en dan ga je mot maken in de stad. En dan, ja, waarom?
Het zou geen seconde in me opkomen om dat te doen op die manier, want het heeft toch geen zin. Ik denk dat de GGZ de handen er vol mee kan hebben. Ja. Klaassen werd afgelopen maandag medisch gekeurd. Hij heeft geen club nog steeds. En zijn verbintenis bij internationale Inter Milan deze zomer. Het liep af. De 41-voudige international van Oranje trainde afgelopen week al op het trainingsveld van Ajax om zijn conditie op peil te houden. Ja, Klaassen sloot al vrij snel aan bij het eerste elftal en speelde met jong Ajax. Daar trainde hij mee. Farioli, de trainer van Ajax, zou onder de indruk zijn nog steeds van zijn vorm en de kwaliteiten die hij heeft. Transfervrije spelers, Arnold, is dat nog iets waar FC Twente zich in roert? Zeker. Alleen je hebt ook met een Europese deadline te maken. Hè? Dus dan kijk je alleen maar voor eredivisiewedstrijden. Dus, speelt daar momenteel actief iets? Nee. Nee, op dit moment niet. Je moet wel altijd naar blijven kijken, vind ik. Alleen het enige nadeel daarvan is weer, kijk, iemand moet dan zo goed zijn waarvan je zeker weet dat hij een echte versterking is ten opzichte van wat we hebben. Want jongens zijn meestal minder fit, hebben meer tijd nodig om weer aan te haken. En wij komen onder andere zitten nu in een ritme van heel veel wedstrijden in een korte periode tot aan de volgende interlandbreek. Ja, hoe lang hebben de spelers ook nodig om dan aan te haken? Dus er moet echt iemand zijn die een absolute meerwaarde is. Zag je gisteren bij Haaien? Die bij Almere zit, die heeft een tijdje dus niet op niveau getraind en gespeeld. Die viel in, daar was niet de Haaien. Daar kon je zien dat hij niet wedstrijdfit is nog. Dat is een groot verschil. Ja, een heel groot verschil. Heb jij spelers waarvan jij denkt, die zijn nu transfervrij, die kun je ophalen? De naam van Vito van Krooi is een tijdje rondgegaan. Nu uiteindelijk die jongen die naar PEC Zwolle is gegaan. Nee, Julian Namli. Ja, maar Namli zou wel kunnen, Twente. Maar je moet kijken. Ik probeer bij Twente altijd te kijken van, kunnen ze een buitenkansje binnenhalen wat eventueel top 3 kan worden, bij wijze van zin. Dus ik kijk niet naar middenmoot, naar Utrecht, Groningen, noem maar op, Go Ahead zit er misschien een klein beetje. Dus jij wil geen nummer 17 binnen een selectie, nee, maar een nummer 7? Nee, Van Krooi ophalen kan, als je 2 blessures krijgt aan de buitenkant, kun je dat mee oplossen dit seizoen. Maar je haalt niet iemand binnen waarvan ik zeg, yes, dat is een speler van Namli, zou dat nog kunnen zijn. Maar die is ook 30, dus er zit ook geen restwaarde meer op en die moet een speler kunnen halen nu, die waarvan je in één keer, wat Arnold net goed zegt, die in één keer je echt beter maakt op die plek. Dan zoals toen Eerdhuizen bijvoorbeeld, stel, die was gekomen in plaats van Lagerbieke of hoe heet die jongen? Lagerbielke. Bielke. Dan, daar kan ik nog wel in komen, maar die is mega duur ten eerste. En ja, je moet een echte versterking ophalen. Mensen thuis, ik weet niet of jij er iets van af weet, maar in ieder geval, als je een transfervrije speler haalt, betaal jij eigenlijk nog redelijk wat geld ook aan omkosten voor een contract voor zo'n speler. Het is niet dat je hem dan helemaal transfervrij, dat het niks kost. Dat ligt er aan. Klaas heeft, ik weet niet wat verdient in Italië. Die gaat nu naar Ajax voor een heel groot bedrag min. Die wil wel graag, dat is een jongen, die wil nog heel graag voetballen en die is 31. Dus het ligt ook aan de instelling van de speler, maar het hoeft niet altijd veel te kosten. Tegen geld voor een transfervrije speler en salaris. Maar Twente gaat toch niet boekje te buiten, dus het maakt niet uit, dan komt hij niet. Heb jij als zaakwaarnemer wel eens transfervrije spelers ook bij je gehad? Hoe is dat voor zo'n speler? Nee, ik had ze altijd al heel vroeg ondergebracht. Ja, ik was in mei altijd al klaar. Ja. Kon je achterover liggen op de zetel en naar Heracles kijken. Die speelde ook tegen Almere City. Laten we naar de wedstrijd. Heracles, René. Ik weet niet waar ik naar keek. Nee. Ik weet niet waar ik naar keek. Ik vond het zo'n slechte wedstrijd. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Helemaal, nee. Ze waren zo goed begonnen, die eerste twee potten. Lekker fris voetbal, aanvallen, druk zetten. Geen punten nog veel gehaald, maar was echt leuk om naar te kijken vergeleken met het vorige seizoen. En deze twee wedstrijden, Zwolle uit en nu thuis tegen Almere, dat was bedroevend. En waar ligt het dan? Ook weer wat Arnold goed zegt in het begin, vertrouwen denk ik bij Heracles, ook na die zeepert in Zwolle. Maar ook Almere natuurlijk, dat kwam hier alleen maar voor een punt eigenlijk. Dat was de instelling van hun. Of Heracles daar dan niet goed mee omhang. Ze hadden die nieuwe Finn aan de buitenkant, die hadden ze niet. Die was er niet bij, die jongen. Dat is geblesseerd. Kreeg je die nieuwe, die lange speler kreeg je op de buitenkant. Geen echte buitenspeler. Ja, en of nog een beetje in de groep leeft Limbombe, dat zou kunnen. Die wordt eruit gestuurd. Ja, dat moet even wat dat toelichting. Limbombe, die wordt weggestuurd. Althans zijn ze mee bezig, ja, Van der Looy.
En Nico Jan Hoogma, Van der Looy zei het volgende over. Het is zonde, want hij is een talentvolle speler die we graag nog verder hadden ontwikkeld. Soms gaan die dingen helaas zo. Ja, die jongen kan niet met teleurstellingen omgaan, dat bestaat. Dus die is een paar keer gewisseld en een keer niet gestart. Toen kwam die nieuwe buitenspeler, die Israëliër, en die ging al spelen. Heeft hij op de training blijkbaar een paar keer een akkefietje gehad. En daarna nog is het dan beter dat je hem gewoon wegstuurt? Ja, dan moet je er wel een keer mee afkaarten. Dat denk ik wel, want dan is er geen weg meer terug. Respect. Als jij steeds in hetzelfde stramien valt en maar problemen veroorzaakt en moeilijk doet en tegen de trainer aanschopt en noem maar op. Ja, dat ziet de groep dan. Word je een, ken je dat? Ja, dit is geen fruit, maar er zit één rotte appel tussen. Dan moet je een druid halen. Arnold Heil geproefd? Dat is eerlijk. Oh ja. Maar dat die dropjes een beetje uitkijken. Oh ja. Die dropjes zijn wat hard, ja. Dan moet je mee uitkijken als je dat hebt in een groep. Dan moet je heel snel afscheid van nemen, helaas. Ja, bij Twente is dat helemaal niet zo voorgevallen. Het is echt, nou ja, in ieder geval wat ik ervan weet, dus van als een buitenstaander. Hebben jullie daar toch geen last van gehad? Van spelers die om disciplinaire redenen gewoon niet in een groep lagen? Hebben we niet gehad, nee. Maar het heeft ook altijd mee te maken, gaat het heel goed? Mm-hmm. Dan gebeuren zulke dingen meestal ook niet meteen. En sommige dingen gebeuren misschien wel, maar krijg je gewoon niet mee omdat trainingen ook steeds vaker besloten zijn. Mm-hmm. Dus dat zijn natuurlijk ook wel dingen, ja, als je ze gewoon intern kan houden, wat over het algemeen, want ik heb vaak genoeg op het trainingsveld gestaan waarin de spelers met elkaar met de koppen tegen elkaar stonden. Hoor. En waarin de dingen gebeuren. Alleen ja, als daar als je dat een beetje kunt oplossen, ja, dan komt dat niet naar buiten. En er zijn zo vaak dingen, en ik vind ook dat de rol van de media wel belangrijk in is. Dingen worden tegenwoordig zo verschrikkelijk groot gemaakt. Ja, dan ga je dus heel veel besloten trainingen krijgen. Omdat de clubs ook denken, als er gewoon niet zoveel aan de hand is, maar het wordt zo opgeblazen. Ja, dat is echt onzin. Is de media anno 2024 nog een toevoeging voor het voetbal? Is de rol van ons, dan zeg ik even ons, daar ook in veranderd? Is zeker in veranderd. Kijk, maar de media is, zoals ik het geleerd heb, is de media is de manier om te communiceren met je supporters. Dat is de allerbelangrijkste reden van, tenminste vind ik, zoals ik naar de media kijk. Alleen, je moet... Gefundeerd moet het. ESPN is onder andere gewoon een partner van de eredivisieclubs. Mm-hmm. Dus die zijn er. Wij moeten elkaar sterker maken. Dus hoe het in beeld wordt gebracht en wat er gebeurt. Alleen wat je natuurlijk eromheen krijgt, heel veel, is dat tegenwoordig wordt nieuws niet meer gecheckt. Dus het is gewoon... Aannemen. Transfers, waarom transferperiode altijd zo'n... Dat gebeurt ook, omdat er niks meer... alles wordt meteen gebracht als nieuws. Terwijl het nog zaken zijn die helemaal niet geregeld zijn. Dus de transfer nog helemaal niet gedaan is. Alleen alles. Ik word heel vaak geconfronteerd met spelers. Die worden mij dan gevraagd van, Arnold, is dit waar? Ja, ik zeg, ik weet niet waar je het vandaan hebt. Maar moet ik op elke speler nu gaan reageren die gewoon in de lucht in wordt geslingerd en waarvan ik denk, ja, ik kan niet op alles blijven reageren. Dat gaat echt niet. Het verhaal van Ugalde is er misschien een goed voorbeeld in, hoe dat is gegaan. Dat uiteindelijk het door een Fabrizio Romano, een gerenommeerd journalist. Die ook al een aardig verdienmodel heeft gemaakt, hoor, nu. Ja. Ja? Oh. Maar checkt hij het ook bij jou, als hij zulke dingen komt? Krijg je ook daadwerkelijk een berichtje van hem? Nee, maar dat doen agenten meestal nu zelf. Kijk, hij heeft natuurlijk zo'n... Is het totaal iets anders, maar hij heeft natuurlijk zo'n imperium opgebouwd... waarin agenten hem gewoon... De tips geven. En hij krijgt er tegenwoordig geld voor. Ja. Om het gewoon te brengen. Omdat hij is zo groot geworden dat iedereen dat ziet als het daar is... Mm-hmm. Dan, ja, je ziet het met een Goldstein, je ziet het met een Romano. Dan laat jij er toch nog niet gek door maken als ze zeggen, we gaan die en die spelen bij Twente, gaan we proberen. Maar dan denk je, je houdt toch altijd je eigen budget, wil je die spelen nee, wel? Nee, uiteraard. Een agent kan wel zeggen, oh, daar zijn we mee bezig, maar dan zeg je, daar zijn we helemaal niet mee bezig. De rol van de media eromheen is dat, ik heb nog best wel een periode met Kees Jansma gewerkt. Die heb ik veel van geleerd van Kees. En die werd altijd kwaad. Op zeg maar, de redactie bij, of dat nou bij Fox was of bij ESPN, hoe deed het eerst ook weer eigenlijk? Eredivisie Live? Eredivisie Live, dat was ik nog, ja. Daar werd hij van, als je maar twee bronnen, je moet twee bronnen hebben om het nieuws te kunnen. Bestaven, ja.
Anders kan het niet, zei hij. Dat was altijd zijn maatstaf. Eén was niet genoeg. Want iemand vindt dat, of geeft jou dat. Zegt hij, maar heb je het gecheckt? Of knal je het zo de wereld in? En dat was gewoon niet waar. Maar alleen, het gaat nu zo snel tegenwoordig dat het niet meer uitmaakt of het nieuws waar is of niet. Want iedereen heeft het al gelezen, iedereen heeft het al gezegd, iedereen heeft het al gezien. Dus iedereen is het ook alweer vergeten, omdat er alweer drie andere berichten naar buiten zijn gekomen. Maar er zijn, ga maar eens na hoeveel transfers in dit seizoen niet door zijn gegaan. Waarvan je zei van, oh, die zijn maar dat was toch rond, ja. Ach, lijsten. Maar Arnold is toch, vergeleken in jouw tijd, dat was al goed verdienen bij PSV en weet ik wat in Duitsland. Maar het wordt toch ook steeds gekker nu. En alles gaat natuurlijk omhoog. De huizen worden alles. Maar de voetballerij is natuurlijk wel, ontspoort wel qua financiën en alles eromheen. Hoe het gaat nu, dat is wel, dat gaat natuurlijk wel, ja. Waar heb je het nog over? Ja, dat is vaak genoeg natuurlijk. Dus iedereen wil er ook bij horen. Iedereen wil een graantje meepikken omdat er geld te halen is. En of aanzien en macht. Ja, maar het is niet alleen voetbal, maar dat is denk ik. Ja, voetbal is natuurlijk interessant, maar het is overal waar veel geld in omgaat. Zijn mensen ruiken altijd kansen. Tuurlijk, vandaag is de zaak van Van Eert van Jumbo, gaat ook veel geld in om. Die man moet vandaag voorkomen. Kijk, zo gaat het de hele. Als het om veel geld gaat, dan is. Ja. Is het dan voor een, bijvoorbeeld een Heracles de transferperiode die zij gehad hebben, om even terug te komen daarop, is dat het maximale wat ze eruit kunnen halen? Financieel? Ja. Ja, tuurlijk. Iedereen doet toch tot zijn limit, zeg maar. En misschien zelfs een klein beetje eroverheen. Ze wouden Goudmijn heel graag hebben. Daar hebben ze alles aan gedaan om die binnen te halen. En meer salaris betalen dan het gemiddelde wat ze willen. Die wouden ze hebben. Was ook een verbindingsspeler, een goeie. Mm. Maar dat lukt dan niet, omdat hij voor Engeland kiest en daar nog weer dubbele kan pakken. Maar er wordt wel gezegd, ja, dat komt allemaal rond, dit en dat. Maar op laatst piepen ze toch weer tussenuit natuurlijk. Dus alles gaat uiteindelijk 9 van de 10 keer om geld. Heracles speelde niet allerbest tegen Almere. Nee. Hoe zie jij dat dan? Waar zit het hem in? Ik kan mijn vinger er niet op leggen, maar ik denk misschien hij wel. Nou, ik weet het niet. Ik denk vertrouwen, want ze speelden best goed de eerste paar potjes. Tot aan Zwolle. En die ging helemaal de mist in, ook mentaal. 3-0 werd dat. Op alle fronten werden ze daar afgebluft. En thuis gisteren. Het was zo slecht, dat is helemaal Heracles onwaardig. Het was echt heel slecht. Je sprak toen van een uitcomplex, maar het begint nu thuis er ook in te slaan. Ja, dat is de eerste keer nu, maar ze moeten wel aan de bak wat dit is. En ik heb enkele mensen gesproken bij Heracles die zeggen ook van, nou, hoe dit mogelijk is, dit is wel, wel bijzonder. Dat je zo door de ondergrens zakt. Almere kreeg echt hele goede kansen, Heracles ook wel een paar. Maar Almere had ook zo kunnen winnen. Ze spelen volgende week tegen NEC. Uit. In Nijmegen. We gaan zo meteen nog voorspellen. Het ziet er toch ook best somber uit. NEC. Ja, zwaar, zwaar. Maar goed, dat geldt ook voor Twente morgenavond, Heerenveen. Mm-hmm. En die moeten zaterdag naar Almere toe. Dus met andere woorden, het is niet zo makkelijk. Dat soort ploegen, dat kun je niet onderschatten. En Heerenveen zeker niet, want die waren de eerste helft tegen AZ ook goed. Wat zeggen we dan, René? We kijken van wedstrijd tot wedstrijd. Even kijken of die op mijn bingo-kaart hebben. Ja. Ja. Je mag er nog niet overheen stappen. Nee. Maar je moet realistisch proberen te denken, maar dat is niet altijd makkelijk. Dat klopt. En voor Heracles wordt het gewoon een moeilijk seizoen. Maar dat had je van tevoren al gezegd. Jawel, maar blijven er wel in. Daar ben ik niet bang voor. Blijven er echt een prima selectie wel. Maar dit moet je snel aanpakken, want dit is echt slecht voetbal, man, gisteren. We houden het positief. Ja, graag. En dan kunnen we het beste doen met de winactie. Want ik heb wat mensen langs gehad. We hebben er zelfs nog een fotootje. Jij geeft aardig wat weg en mensen zijn er heel blij mee. Dit was een van de winnaressen. Zij ging met haar... Wat leuk. Met haar moeder ging zij naar FC Twente toe. Maar dat was zij? Ja. Naar Heracles, toch? Nee. Dat was nog FC Twente, zei je? Ja. Oh, ja. We hebben ook de winactie van Heracles tegen PEC Zwolle. Die hebben we... Almere ja. Hebben we ook gehad. Ja, en de bom. Ja. Ze waren in één week, was hartstikke druk. Was alleen maar aan het keuvelen in de hal. Zorgde wel voor dat ik wat minder werk. Dus, maar hartstikke leuk, mooie verhalen. Wil je dat dus ook winnen? Dat kan. Op onze Instagram kun je, of Facebook kun je reactie achterlaten. Deze week, René. Jij bent de jongste, dus pak hem. Ik merk dat ik hem hier heb liggen. Door Arnold gedragen, afscheidswedstrijd. Afscheidswedstrijd van Arnold Eiting. een wedstrijd gedragen shirt van Karel Eiting. Handtekening staat erop. Deze kun je ophalen. Hier, dan moet ze wel iets achterlaten.
Moeten ze toch eerst nog de winactie meedoen? Ja. Ja. Maar waar moeten ze dat erachter laten, René? Ja, vertel je. Ja, ik ben een bruggetje aan het maken, zodat je het een keer mag doen. Oh nee, daar weet ik niks van social media. Ja, wil je dit dan? Man, dat deed hij van alles ook altijd. Nu dan die winactie. Ja, vertel je dat maar even dan. je hoeft uiteindelijk alleen een bericht achter te laten op onze Instagram of Facebook waarom jij dit shirt wil winnen. Onze Instagram kun je vinden op voetbaltijd.talkshow. En Facebook kun je ons vinden onder de naam Voetbaltijd. Zul je meedoen? Je mag ook meedoen, Arnold. Ik weet niet, gebruik jij veel social media nog? Ik net vragen, steeds minder. Ja. Instagram nog wel. Ik heb Twitter al een aantal jaar geleden al in de band gedaan. Dat is een grote zegen geweest. Oh. Voor je gemoedstoestand ook beter, volgens mij. Ja, nee, zeker. Want ook als analist kreeg je daar natuurlijk de meeste berichten op. Dus een beetje, maar niet zo heel veel meer. Eén tip, Arnold. Vind ik prima. Ga overal vanaf. Nee, ik weet het. Ja. Probeer het, want het is Benny 44, gaat wat zeggen. Arnold 22. De gekste dingen. De eerste keer keek ik, hadden we het programma gedaan, een paar jaar geleden, een jaar 4. Toen zei ik tegen mijn vriendin, die kan dat, ik weet helemaal niks van computer. Ik zeg, zet eens aan wat ze dan zeggen. Dan stond dit in een gek. Ik zei, wie zijn dat dan? Kan ik dan weten wie dat is? Kan ik bellen, want waarom vind jij mij gek? Dacht ik, nee, dat kan niet, want het is allemaal anoniem. Ik heb nooit meer wat meegedaan. Helemaal weg. En uiteindelijk word je zelfs de presentator van het programma na zulke berichten gezegd. Wat een bullshit, joh. En wat zul jij dan wat krijgen als jij dat kijkt? Oh, man. Vast. Ja, daarom. Ik kan er nog rijkelijk van genieten. Maar ook vaak trouwens, want het is niet alleen maar negatief. Oh. We zijn ook best wel vaak, supporters die gewoon meedenken. En mee, dat is die, wel leuk. Die ze gewoon gehoord willen voelen. Ja, maar die ook graag. Ik kreeg laatst een heel leuk bericht van iemand die was in Tsjechië. Die was op vakantie en die was had voetbal gekeken. Die was daar bij de wedstrijd in de Tsjechische Hoogste Liga langs geweest. En die had een speler gezien. Anders, ja, ik denk echt supergoed is voor Twente en zo. Ja, ik vind dat wel leuk. Dat is wel leuk. Maar er is gewoon iemand die dan die de tijd ook neemt om dat naar je toe te sturen. Op dat moment, dan weet je dan wel. Of is dat anoniem? Nee, dat is wel. Dat is wel leuk. Dat is wel goed. Op naam staan. Tuurlijk. Als maar zo krijg je het best wel vaak. Ook hele vaak onrealistische spelers. Waarvan je denkt, ja jongens. Royce heeft geen contract meer. Laten we die oppikken. Ik zou het hartstikke graag willen doen. Maar ja, dat is niet te betalen, jongens. Ja, daar hebben ze dan misschien net niet de feeling voor dat niet kan. Mats Hummels en zo, weet je wel. Ja. Ah, die stond er wel een plekje vrij achter in de verdediging bij Twente voor Hummels. Nee. We gaan hem voorspellen. Ja, want door middel van een klassement voorspellen wij eigenlijk. Het gaat echt niet best. Vorig seizoen. Je zit er lekker in. Het gaat goed, hè? Dat zijn de gasten. Dat zijn de gasten. Oh, dat jij dat als je dan. Mijn hoofd staat er wel op. Nee, uiteindelijk zijn dat de gasten. En ik moet zeggen, door de politiestakingen heb ik nog geen wedstrijd goed kunnen hebben. Er is nog geen enkele van mij. Nee, gekheid. Ik heb nog niks goed, René wel. Het gaat om een etentje. Die ik natuurlijk met alle liefde voor jou verzorg. Daar ziet het wel weer naar uit. Van Alst heeft vorig seizoen ook verloren. Dus ik denk dat jij dit jaar moet betalen. Voor de mensen die het nog niet kennen. Iedere week voorspellen wij de wedstrijden van zowel Heracles als FC Twente. René mag voorspellen. Die schrijft het sinds dit seizoen altijd op. Vorig seizoen iets te vaak voorgekomen dat hij zegt, ja, maar dat had ik ook. Ja, dat klopt. Dat doen we niet. En de gasten voorspellen voor mij. En in dit geval is dat Arnold Brugging. Arnold, jij mag dat voor mij doen. We hebben 3 wedstrijden, aangezien jullie morgenavond ook spelen. Arnold, dan wil ik graag van jou de score hebben van FC Twente Heerenveen. 3-1. 3-1. 1-1. 1-1. Almere City tegen FC Twente. 0-1. 1-2. En NEC tegen Heracles. 1-1. 2-0. Kijk eens aan. Gewoon een keer. Wat verschillende dingen. Ja, maar zo kunnen we punten pakken. Of kijk, niet. En nou is het voor mij het moment om jou in te halen, toch? Dat zou kunnen. Keep on dreaming, moet je dan zeggen, volgens mij. Nee, maar het kan wat Arnold zeggen. Alleen, ja, Heerenveen, ja, ik weet het. Ja, kan ook een kleine overwinning. Maar. Nee, geen. Maar ze winnen wel bij Almere en NEC wint van. Kan alle kanten op. Ja, daarom. Ik denk dat ze zich goed willen revancheren. Dat is het leuke daaraan. We hebben die glasbom. Ik wil jou in ieder geval bedanken. We zijn alweer aan het einde gekomen. Arnold Brugging, dat je hier langs gekomen bent. Kom gerust nog een keer langs. Langs zeker. Ja. Maar ga er ook even zitten. Doe microfoon om. René, jij ook bedankt.
En volgende week hebben wij ook een Nico-Jan Hoogma. Nieuwe gast. Dat is Nico-Jan Hoogma. Die krijgen wij dan. En er komt bij, dat is wel leuk, moet ik even erbij vertellen, want dat hebben ze misschien niet in het draaiboek gezet. Dat hebben ze Robert wel, Nijhuis is erbij, die is bij de Paralympische Spelen geweest in Parijs, in Frankrijk. En die heeft een hele mooie item daarvan gemaakt, die komt ook even aanschuiven, erover vertellen. Dat is allemaal volgende week. Blijf daar voor kijken. Je kan ons vinden op YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, Facebook. Je kan ons nog in oude grotten ergens vinden met van die tekeningen aan de muur. Kun je voetbaltijd vinden. Mooi. Kun je QR-codes kennen. Nee, dat zal ik geloof je. Dat allemaal volgende week. Bedankt voor het kijken. En we zien jullie dan. Tot dan.